Goedemiddag, mijn naam is Marietje Schaken. Ik zit in het Europees Parlement voor D66 en in de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Het spijt me dat ik vanmiddag niet bij jullie bijeenkomst over auteursrecht in het hoger onderwijs kan zijn. In het Europees Parlement richt ik me behalve op internationale betrekkingen en handel in het bijzonder op Europa's digitale agenda. En houd ik me bezig met onderwijs en cultuur. Belangrijke onderwerpen in een open samenleving, maar ook belangrijk voor economische ontwikkelingen. Er zijn helaas nog te veel belemmeringen om echt te kunnen spreken van een Europese digitale interne markt. Terwijl juist het voltooien van deze digitale markt en het wegnemen van barrières zo belangrijk is. Ook voor toegang tot kennis en culturele content. Auteursrechthandhaving is in Europa gefragmenteerd en daardoor een van de grootste barrières. Het is de hoogste tijd voor grondige hervormingen en een Europees auteursrecht. Het auteursrecht geeft de makers van creatieve of wetenschappelijke werken bepaalde exclusieve rechten. Maar de wet waarmee we vandaag te maken hebben zijn gemaakt in een tijd waarin internet en digitale technologie nog niet zo ver ontwikkeld was als nu. Veel van de regels zijn zelfs van voor het bestaan van het internet. Ook wordt het publieke algemene belang te weinig gediend door deze verouderde wetten. Het is niet wenselijk dat het zo moeilijk is om lesmateriaal waarvan de auteursrechten zijn beschermd, niet in een besloten online leeromgeving te kunnen delen. Soms neemt auteursrechthandhaving echt absurde vormen aan. Een kleuterschool in Duitsland kreeg een rekening opgestuurd van rechthebbenden omdat er liedjes waren gezongen door kleuters. Het is om allerlei redenen de hoogste tijd voor een grondige herziening van het Europese auteursrechtensysteem. Het moet flexibel en relevant zijn, zeker gelet op de mogelijkheden van digitalisering en internet. Een voorbeeld van zo'n flexibelere benadering van auteursrecht zou het beginsel van fair use kunnen zijn, dat we kennen uit de Verenigde Staten. Bij het verder gebruiken van bijvoorbeeld een tekst- of filmfragment wordt aan de hand van enkele criteria getoetst of dit gebruik redelijk is. Zo'n benadering van beschermde werken geeft gebruikers meer mogelijkheden. Dat is vooral belangrijk voor toegang tot kennis en cultuur, zoals in het onderwijs. Commissaris Kroes presenteerde vorig jaar haar open data strategie. Ik maak me er in Brussel vooral hard voor om ook informatie uit de culturele, onderwijs- en onderzoekssectoren onder deze open data strategie te laten vallen. Open kennis kan zoveel voordelen opleveren. In Delft heeft de Technische Universiteit bijvoorbeeld feedback gekregen van landbouwproducten in Afrika. Over hoe een aan de tekentafel ontworpen irrigatiesysteem in de praktijk nou eigenlijk echt werkt. Daardoor kan een product, maar ook een lesmodule, verbeterd worden. Hoewel het logisch klinkt om ook het publieke belang zwaar te laten wegen, zijn grote stappen vooruit helaas niet eenvoudig. Want de gevestigde belangen van uitgevers en rechthebbenden wegen helaas nog erg zwaar mee in het maken van beleid. Bibliotheken, scholen, universiteiten, musea, studenten en internetgebruikers zouden hun stem eigenlijk harder moeten laten horen. Laat daarom de Europese Commissie je eigen ideeën over het gebruik van open educational resources en ICT in het onderwijs weten, door mee te doen aan een publieke consultatie over Opening Up Education. De commissie vraagt stakeholders zoals jullie om voor 13 november ideeën, maar ook problemen aan te geven. Mede op grond daarvan gaan ze begin volgend jaar een voorstel presenteren voor Europees beleid met betrekking tot de rol van digitale middelen in het onderwijs. En verder ben ik zelf via mijn website, Twitter en Facebook direct bereikbaar voor suggesties en vragen. Ik wens jullie een mooie dag met goede discussies, ideeën en oplossingen. Dankjewel.